zaterdag 25 januari was het de voorronde van de 15e editie van de kunstbende in de Brusselse Beurschouwburg, een organisatie van Stadslabo Yes. Ik ben Niele en ik ben verantwoordelijk voor communicatie bij Yes. En Yes is een stadslabo voor kinderen en jongeren in Brussel, Gent en Antwerpen. En wij organiseren de kunstbende hier in Brussel en Gent. En ja, de kunstbende is een fantastische wedstrijd voor jongeren tussen 13 en 19 jaar. Ze kunnen volledig hun ding doen in verschillende disciplines. En vandaag kunnen ze hun talent tonen aan het grote publiek. En dat is ja, een heel leuke dag. En wij stellen ons de vraag of kunst een verhaal nodig heeft. Ik ben Nicolaas Verstraeten en ik doe mee in de categorie foto. Waarom heb jij gekozen voor die vorm van expressie? Omdat ik het een aangename vorm van expressie vind. En het noemt tussen atmosfeer en aarde. Ik ben vooral een beetje met mijn foto's op zoek gegaan naar mezelf. Ik wou gewoon tonen wie ik ben, want het is mijn eerste expo. Denk voordat je begint aan een van je werken, zie je dan een verhaal in je hoofd of ga je gewoon uit op je gevoel? Ik zoek geen verhaal in, ik laat het op mij afkomen. Bonjour, je m'appelle Macintosh, je fais de la musique, voilà. Ça a été un réel plaisir pour moi de participer au 15 Bindé. Je fais du rap électro-dance, j'écoute aussi pas mal de la musique africaine. Ik ben Steven van Bossen en ik ben fotograaf jury, voorzitter eigenlijk van de fotografen jury. Vindt u het noodzakelijk dat er in, dus in de fotografie dan een verhaallijn zit? Ik vind het niet noodzakelijk dat er een verhaallijn in zit. Als het een opbouwende verhaallijn is, dan is dat zeker interessant. Maar sommige foto's spreken voor zich en hebben dan niet per se een verhaal nodig. Het hangt af van werk tot werk eigenlijk.